Ik deed Verstoppertje in. Op de jacht. We gaan weer Verstoppertje doen. Met bijna 100 mensen die landen bij de jacht. Dit wordt crazy. Dit wordt abnormaal. Kijk iedereen vliegen. En we gaan zien wie het beste kan verstoppen. Ik ben geland. Ik ga gelijk een timer zetten. 40 seconden. 40 seconden de tijd om daar te kunnen verstoppen. Want zo lang heb je ook niet nodig. Kom, we zitten in de cirkel. Dat stopt. En de timer gaat. Ik kom. Oh, buddy. Oh, buddy. Jongsie, dat is niet een slim plekje, maatje. Ik ga eerlijk met je zijn. Oh, iemand heeft jullie verraden. Idris. Wie zit nog meer? Thijs erbij. Yo, maatje. Wacht, op de wc zitten. Campos. Hamza. Oh, maar deze. Mensen kiezen wel de domste verstopplekken. Ga niet voor liegen. Even wakker worden, jongens. Yo, maatje. Niet de slimste verstopplek. Donkey. Ik zie hier iemand. Samlin. Oh, hij wou de greedy doen. Jij. Als jij Eor Emma voor mij drop, mag je blijven leven. Nee. Huh. Kijk die naam. Hello, hello, hello. Ze spelen verstoppertje met mij. Yo, maatje. Mr. Destroy, zie je, maat. Ik moet zeggen, er zijn best wel veel verstopplekken hier, man. Er zijn hier gruwelijk veel verstopplekken. Oh, buddy. Was weer, zie, bro. Ik ga het toch even zeker voor jou. Je mag blijven stilstaan, broski. Heel goed, heel goed, heel goed, heel goed. Heel goed. Kom maar eens even mee, maatje. Je gaat in die hoek staan, in die hoek. Sorry, man, bokt wel, schat. Oh, bro, wat is dit voor verstopplaats? Noob. Waar kan iedereen zitten? Hier. Ja, dat dacht ik al. Ik heb geen helemaal meer. Monkey, GG, bro. Hij is een rifle Creon. Oké, okay, de mooie Griddy. Je blijft leven, bro. Oh, boy. Maatje, Oh! Jij bent als enige geen Griddy. Joko, jij bent dood. En tussen jullie een pickaxe battle. Pickaxe battle. Pickaxe battle. Wie blijft leven? Niet weglopen. Pickaxe battle. Over is. Oh! Wie wint hem? Pioen Roos wint hem. Oké, okay, je mag blijven leven. Buddies! Kalkoen place. Wie is dit? Wie is dit? Yo, maatje. Maar luister niet eens. Yo. Ja, pioenenroos. Oh nee, dat is dezelfde. Ja, bro. Had je echt beter moeten verstoppen. Oké, okay, we kunnen hier nog 1 minuut. Er zijn hier nog 9 en 5. AMG, is die, bro. Jens Vink, is die. Oh my days. Rogier, GG. Mensen zitten hier op de rand volgens mij allemaal of zo. Yo, buddy. 50 seconden hebben jullie de eerste stage allemaal overleefd. Oh, bro. Cry. Ik kan de onderkant van de boot nog even checken. What? Oh my. What? Nee! Hoe ben deze? Wat zie ik allemaal? Iemand op die lounge heeft jullie verraden, boys. Sorry, man. Monaco GG. Nog 20 seconden, jongens. GG. W Kim Matthijs. Wie overleeft dit nog 10 seconden? 3, 2. Oh, Kate Pro. En jullie mogen lopen. Jullie kunnen een lounge pakken eventueel. Nee, er zaten nog steeds mensen erop. Je gaat door naar Pleasant Piazza. 3, 2, 1. En jullie krijgen hier ongeveer 1 minuut de tijd om te verstoppen hier. Is dat slim om hier te verstoppen, maatje? User, ik denk het niet, hè, bro. En hij heeft jou eigenlijk verraden, man. Wie was dit? SenneVB. Oké, waar kunnen mensen hier zitten? Ja. Maar zit de stoel. Man, vind je toch weg te lopen ook? Nee, de Skef. Kijk, als je nou de Griddy deed. Ja. Dat was niet een slimme verstopplek, bro. Dat dacht ik al. Scott Boy, no way, bro. Ik wist dat mensen op de daken gingen zitten. Dit is ook niet heel stoel. Chewbacca, GG, bro. Nog 30 seconden. Halt! Halt, 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 halt. Als jij de TDL dropt, binnen 5 seconden mag je blijven leven. 3, 1. Tellen wij dit als een TDL? Dames en heren, kom eens laat het weten. Tellen we dit als een TDL, ja of nee? En we mogen lopen, jongens, jullie mogen lopen. Volgende plekje is Fencing Fields, waar je heen moet. We kunnen gelijk door, skip Fencing Fields. En ga door naar Hazy Hillside. Over 20 seconden mag jullie gewoon killen. Zoek het maar uit. Ik weet een goed stoppetje plek te vinden, jongens. Want ik mag jullie al killen als ik jullie vind nu. Ja, bro. Ja, bro. Ja, Sander Brouwer. Wel een beetje opschieten, maatje. Ik hoor hier iemand. Ik hoor hier iemand. Hij is een rifle Creon. Ja, dat helpt niet altijd. Dat helpt niet altijd, broski. Ik hoor iemand. Bro, je moet niet te veel lopen, maatje. Ga niet eens eet pizza. Ik hoor iemand. Ik hoor iemand. Ik kan wel even voor jullie killen als jullie willen. Spawn volgens mij toch wel telkens nieuw. Spawn volgens mij toch wel telkens. Jullie mogen nog 40 seconden hier blijven verstoppen, jongens. Zit er met jullie sneeuwpop? Ja! Oh, Mat, dat was wel slim. Ik zeg je eerlijk. Zit jij te poepen? Jij vieze Rick, bro. Ah, hier nog eentje. Nog 10 seconden, boys. 4, 3, 2. Oh, Dion. Nee, Dion. De laatste 2 seconden. We gaan door. Jullie mogen verstoppen in het hele gebied nu. Begin weg te lopen, bro. Niet de Griddy doen weglopen. Nog 5 seconden. 3, 2, 1. Oké. Okay. Okay, het meest wat ik zou doen is niet in het open lopen, maar ik zou een gebouw ingaan. Ik zou een gebouw ingaan. En ik zou bijvoorbeeld in een cadeau gaan zitten. Oh, nee, hè? Buddy! Nogmaals, ik mag vanaf nu alleen maar killen. Dus je moet er zelf voor zorgen dat je naar de cirkel komt. Holy shit, ik ben hem helemaal kwijt. 35 man. Kijk, mensen moeten nu wel move, hè? Kunnen mensen in een tent gaan zitten? Volgens mij niet, toch?
Wat ik zou doen is of in een bush gaan zitten. Of kun je in een boom gaan zitten? Bijvoorbeeld deze bush is best wel mooi in een cirkel. Of niet, maatje? Oeh, niet. Dit is bijvoorbeeld een hele mooie huis. Of niet, jongens? Of niet, Manitou? Of niet? Niet de Steiny. Ik vond het ook wel een mooi huis om te verstoppen. Oké, nog 32 man en de cirkel wordt steeds kleiner. De cirkel wordt steeds kleiner. Er zitten hier al mensen in. Oeh, kijk waar de cirkel heen move. Dit wordt toch een hele leuke endgame. Want je kan letterlijk in de huizen kun je verstoppen. Normaal hebben we vaak een endgame met alleen maar gebieden waar je gewoon niet kan verstoppen. Ik vind gewoon niemand. Ik zweer, ik vind gewoon niemand. Of ben ik nou echt zo blind? Sorry maatje, wat leuk bedoeld, Flanky. Hoorde ik nou nog iemand? Buddy, buddy, stop eens. Kom eens. Als jij voor mij shotgun ammo drop, mag je blijven leven. Oh, deze man heeft zoveel geluk. Ja, buddy, wacht eens even, bro. Kom eens. Hoe kun je nou hier gaan verstoppen? Als een rifle. Sorry, man, Justin. 30 man. Heel veel sneeuwpoppen staan. Geen één iemand zit erin. Let op, we moeten zo meteen ook weer bijna moven. Hey, Brody. Bram. Ja, je hebt iets te snel naar de cirkel gaan, bro. Ben houdt van Jordi. Ben, SNL, maatje. Tag, ik ging ook iets te snel naar de cirkel. Bro. Ja, bro. Als een rifle. Oké, bro. Heb ik meer dan 300.000 abonnees? Oh, dit, je mag blijven leven. Ik zie hier. Zijn er zoveel mensen nog ingekomen. Die hebben we hier. Perix, die zie je. 2010. Nee, slik. Hij deed nog de griddy. Ja, sorry. Ik kan niet iedereen laten leven, man, met de griddy. Ja. Een belangrijk ding. Olly, sorry, maatje. En collega Sam, jij ook. Body, kom. Ga ze in de cirkel staan voor 10 seconden. 10 seconden. 10, 8, 7, 2, 1. Je mag eruit. Oh my days. Douche Manouche Patrushi is dood. Zit je nou... Flores. Hier iemand in. Oh nee, shit. Wie wint het verstoppertje? Editie de jacht. Nog 20 man live. Jij zeker niet. Just Jordi, wel een mooie naam. Monster Dex ook niet. Wie is dit? Jens VDW. Van de buurt. Wat gaan we doen, maatje? Maatje, wat gaan we doen? Gooi je favoriete randje. Oh, hij wil wonen. Zullen we overweg? Oké, daar gaat iedereen. Ja, wie kies ik uit? Dit is gewoon letterlijk roulette. Sorry, Mareda. Als je nu doodgaat, heb je gewoon ongeluk. Yo, buddy! Wie zit er hier op het huis? Zo! Denk iedereen wegrennen in één keer. Pieter? Oh, nog iemand. Yo, buddy. Wie is dit? Tristan? Als een rifle? Oké, je mag blijven leven. Nee, ik mis. Oh, Seth Storm, zo'n mooie naam. Zo'n mooie naam. Bro, wat zie ik? Nee, een pinguïn. Papi, zie je, bro? Ziet zo. Oh, jongens, dat is 6 man. Wie wint dit verstoppertje? Noord niet. Santa Fini ook niet. Jongens, het is kans 1 op 3. Voor jullie is het kans 1 op 3. Wie hem wint? Hij is een Rifefoot crit aan. Maar wordt ook een sneeuwpop. Hey. Andreet. Oké, jongens, het gaat tussen de sneeuwpop en die andere. Oeh, het is spannend, hè, jongens. Wie vindt dit verstoppertje editie? Ik drop hier een wapen en daar. Links en rechts. Jullie moeten dezelfde kant kiezen. Een shotgun is en een EOR. Oké, wacht met schieten. Ik zei nog wacht met schieten, zodat het een EOR versus een shotgun fight was geweest. Maar ja, de jullie wint hem. Laat weten in de comments of dit de terechte winnaar is. Abonneer, like. Groeten.